oplevering van de gebouwen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, aan de waterkant, zal in januari een feit zijn. Dit vertelde Natasha Deul, coördinator van het Paramaribo Urban Rehabilitation Project 1, PURP, vandaag tijdens de eerste technische oplevering van de gebouwen. Deul zei dat de verantwoordelijke aannemers heel goed werk hebben verzet. U ziet bij de binnenkomst dat er nog werkzaamheden gedaan worden en klopt, we gaan nog een tijdje door. We hebben nog 6 maanden onderhoudsperiode. Elk gebouw dat gerenoveerd wordt, heeft daarna 6 maanden onderhoudsperiode, zodat wanneer de mensen zich hebben ingetrokken, er kleine technische dingen nog in orde gemaakt kunnen worden. En verder heeft de aannemer ook nog zaken af te maken met EBS en dergelijke. Dus dat wordt begin volgend jaar. Maar vandaag hebben we de eerste oplevering, noemt men dat, de technische oplevering, waarbij het gebouw ready is om bewandeld te worden, om bezocht te worden. U mag foto's maken en neemt u dat allemaal in. I think next year, wanneer we de overhandiging hebben. Dus vandaag is niet de overhandiging. Vandaag hebben we geen ceremoniële sleutel om af te geven. Dat is next year. Deul vindt het goed dat de media getuige is van de vorderingen in het PURP-project. De vertegenwoordiger van de minister van SOSAVO, Fifi Sarmo, is blij dat de gebouwen weer gebruikt kunnen worden. Het is al een heugelijk feit dat we zo'n mooi gebouw al hadden, maar nu een hele facelift heeft ondergaan. En het betreden van het gebouw alleen is al een andere belevenis. Maar meer als straks de algehele oplevering plaats zal vinden, wat dat zal betekenen voor onze medewerkers. Dat dat een andere ambiance is, een andere werksfeer en dat ook een stukje bij kan dragen aan de productie van onze medewerkers. Dus alle actoren die eigenlijk hebben gewerkt aan dit alles, dit moois, dankjewel. En ook de Surinaamse gemeenschap, gefeliciteerd. Sarmo meent dat de hele gemeenschap profijt zal hebben uit de ingebruikname van de gebouwen volgend jaar, omdat het stadsbeeld ook veel aantrekkelijker is geworden met deze facelift.